Het viel niet mee, hè, meneer Rovers? Je mag best beter zeggen, hoor. Nee, het viel niet mee, nee. Het viel de hele dag niet mee. Specsavers? Nou, die heb ik al bij me, maar die helpen ook nog niet goed. Jullie kijken alsof je hebt opgegeven. Nee, concentratie. Dat heet concentratie. Ja. Is hij niet te groot? Nee, hoor. Dat is een kwestie van inzicht. Hoeveel zijn er hiervan? 230 ooit gemaakt. Is dit de eerste bedrijfswagen, station, die ooit aan de Tulperally heeft meegedaan, denk je? Ik denk het eigenlijk wel. Ik heb nog geen andere station gezien. Nee. Het is jammer dat ik geen grijs kenteken had. Dan had je helemaal een record gezet. Ja, dat klopt. Ja. Kunnen die Napoleon gewoon dankbaar zijn, hè? 1 miljoen kilometer ligt hier in Frankrijk. En Napoleon was de man van de wegen. En deze mannen, die maken daar dan weer dankbaar gebruik van. We zijn nog steeds in Frankrijk. Begonnen in Belfort, hedenochtend. Ja, en dan gaan we Frankrijk verlaten. Onderweg van Belfort naar Luxemburg. En Luxemburg is er niet minder om, hè? Het is een klein landje, maar het is er heel mooi. Het heuvelt er heel veel nauwe straatjes. En daar dan dus de finish van dag 5. Nou, ik heb hem denk ik iets te veel van hem gevraagd. Ja, dat is eigenlijk een beetje mijn eigen schuld. Dus nu is hij een klein beetje warm. Ik ben even een klein detail. Ja, het is ook geen triomf meer. Heeft een charme, maar het is een lastige dame. Water bij veel, lekker radiator gehad. De vriesplug eruit geweest. Ik ben het meest onder de indruk nog van de routes dit keer. Het is fantastisch mooi. Ik heb echt een plekken geweest waar ik echt nooit van mijn leven zou komen. Heb ik gezien. Daar tegenover staat dan wel dat we de weg continu kwijt zijn. We komen er ook, zoals je ziet. En wij ben je zo. Bedankt, Hank. Dag. Het is een echte mannenauto, hè, dit? Ja, het is wel een echte mannenauto, ja. Dat klopt. Ja. Healy 3000. Mannelijker wordt het niet. MK, hè. Die moest je niet vergeten. Twee dames aan boord. Hoe gaat het? Ja, redelijk goed. Vandaag alleen heel erg slecht. Dus ja, helaas. Is dit een hele goede tulprallyauto? Het is natuurlijk een rallyauto. Of zeg je van, nou, daar markeer ik nog wel eens wat aan? Nee, dit is hoofdproef. Je markeert niks aan. Bij de wielen zitten kooiconstructies. Dus je kunt ermee springen. Je kunt gewoon 1 meter, 2 meter door de lucht, vol gas, over bultjes. En dit ding gaat niet kapot. Je hebt haast, hè? Maar altijd als ik je een vraag wil stellen, heb je haast. Je vluchtgedrag. Vliegende haast. Opzij. Ja, het gaat ontzettend gezellig en het is leuk. Maar we missen veel te veel letters. Ja. Leek hem elke dag met dag. Maar en niet de letters. Ja. Nou gaan we. Dag! Dan hebben we nog maar 1 dag te gaan. De finale dag. Zaterdag van Luxemburg naar Valkenburg. De laatste dag. Nou, dat kan wel eens een hele spannende worden. Het venijn zit hem in de staart, heeft de organisatie gezegd. Het zijn allemaal smalle wegetjes, dwars door de Ardennen. En degene die denken, nou, ik zit op rozen, want ik sta op 1. Blijf opletten. Wil je precies weten wat de stand is, kijk dan op de Tulperally-app.